Over 2 weken gaan we weer van start met een nieuw seizoen van Frits. 15 gesprekken met interessante mensen over ondernemerschap, politiek, kunst en cultuur, entertainment en sport. Voordat dat gebeurt wil ik eerst met u terugkijken naar het afgelopen seizoen. Dat was een seizoen met verkiezingen erin en dus kwamen er heel wat politici langs. Waaronder de minister-president zelf, Mark Rutte. Ik ontving hem in het Koerhuis, in zijn eigen thuisstad Den Haag. Ja, weet je, ik knok er vreselijk hard voor om door te kunnen gaan, omdat het de klus niet af is. Er moet toch zo vreselijk veel gebeuren in dit mooie land. Ik wil dat mensen echt ook gaan ervaren nu dat het beter gaat. We moeten veilig en stabiel blijven, dus ik wil dolgraag verder. Ja. En ik denk dat er ook een kans is dat dat lukt. Maar ja, je weet het nooit helemaal zeker. Nee. Wat is de grote bedreiging? Waarom zou het erg zijn als jij niet door mag? Nou, ik zie een paar risico's. In de eerste plaats, ik ben nog steeds bevreesd dat mensen denken, de PVV Geert Wilders, die zal wel niet meer de grootste partij kunnen worden. Maar dat zagen we ook bij Nexit. Frits, dat zagen we ook bij Trump. We dachten allemaal, het gaat niet meer gebeuren. Niemand dacht dat hij zou winnen. Tenminste, niet in Nederland. Nee, en Brexit is doorgegaan. Trump is gekomen. Er is nog steeds een levensgroot risico dat we op 16 maart wakker worden in de chaos van een verkiezing van Geert Wilders. En dan krijg je een onmogelijke kabinetsformatie. Je krijgt een internationaal beeld dat mensen zeggen, de volgende dominosteen is omgevallen. Hè, na Brexit, na Trump, ook Nederland aan het verkeerde soort populisme. Maar daarnaast, ik wil zo graag door omdat de klus niet af is. Het werk is niet af. We komen nu uit de crisis en volgens mij moeten we er nu voor kiezen om geen experiment aan te gaan. Nee. Wanneer is voor jou die klus dan wel af? Als mensen echt zeggen, wij snappen nu, ook in ons leven voelen we dat het beter gaat. Er zijn in Nederland eigenlijk 2 grote groepen. Er is een groep, een meerderheid, op zich optimistisch, die is realistisch en ziet ook dingen die niet goed gaan. Maar die voelen echt wel dat we uit die crisis komen. Die willen dat wel graag zelf ook voelen. Met banen, met lastenverlichting, met extra investeren bijvoorbeeld in verpleeghuiszorg. Maar dat is ook een groep, en dat vind ik heel belangrijk om ook van die groep er te zijn, voor die groep er te zijn. Dat zijn mensen die zeggen, is die politiek er nog wel voor mij? Ben jij, is de politiek ook nog wel in mij geïnteresseerd? Wat is het onderwijs er beter van geworden dat jij de afgelopen jaren staatssecretaris was? Nou, ik denk dat we een aantal stappen hebben gezet in het onderwijs. Om te beginnen was het onderwijs toen ik begon helemaal niet slecht. En het is ook nu iets waarvan ik steeds zeg, er wordt veel geklaagd over het onderwijs, maar we mogen het ook wel eens met wat meer trots uitdragen. Ik vind dat we geen recht doen aan al die mannen en vrouwen die iedere dag keihard werken aan goed onderwijs. Als we het alleen maar over de dingen hebben die niet goed gaan. Want we doen het in internationale context, in alle echt. Er komen heel veel buitenlandse collega's hier naartoe om te kijken waarom het zo goed is. Ja, is dat zo? Staat het Nederlands onderwijs internationaal hoog aangeschreven? Ja, met een aantal andere landen. Finland is bijvoorbeeld ook zo'n land. Singapore wordt veel naar gekeken. Maar Nederland doet het ook heel erg goed. Omdat we het op 2 vlakken heel erg goed doen. We doen het heel erg goed als het gaat om het bieden van gelijke kansen aan leerlingen. Dus ook het wegwerken van achterstanden. En tegelijkertijd hebben we een heel erg hoog niveau voor iedereen. En ik ben heel erg blij dat we met name ook op dat laatste een aantal stappen hebben kunnen zetten. Toen ik 4 jaar geleden begon, stoorde ik me er wel eens aan dat als het gaat om leerlingen die meer in een mars hebben, dat er wel eens te makkelijk werd gezegd, ja, wat is nou het probleem? Die kinderen komen er toch wel op eigen kracht. En dat is niet waar. Ook die leerlingen hebben onderwijs nodig wat hen uitdaagt. Nou, daar hebben we fors op ingezet, ook met geld. En ik geloof dat er geen school meer is waar niet een plusklas of een talentenklas is. We hebben heel veel flexibiliteit in het onderwijs gebracht. Zodat als je goed bent in bepaalde vakken, dat je die op een hoger niveau kunt doen in het middelbaar, in het voortgezet onderwijs. En wij zien ook dat dat effect heeft. Want we hebben recent leerlingen weer gevraagd van, verveel je nou vaak in het onderwijs? En dan blijkt dat dat echt fors is gedaald. Regelmatig schuiven er bekende Nederlanders aan bij Frits. En soms zijn dat hele knappe mannen. Zoals acteur, producent en schrijver Thijs Reumer. Of wat dacht u van Jim Bakkum, de zanger-acteur? Door Idols ben ik echt popzanger geworden. Maar ik heb altijd wel een soort van ambitie gehad om dat uit te breiden. Ja. En gelukkig kreeg ik die kans ook en heb ik me daarin kunnen ontwikkelen. Ja. Nou zeg je, het dansen, daar lag niet echt mijn eerste keus. Maar je hebt wel moeten leren dansen, voor de musicals natuurlijk. Maar ook, in ieder geval, voor minstens 1 film. Nou, ja, leuk. Zeker. Ja. Nou, sterker nog, ik heb 12 jaar geleden heb ik Dancing with the Stars volledig tegen mijn verwachtingen gewonnen.
Toen was ik 18 en toen werd ik daarvoor, dat was de allereerste keer dat Dancing with the Stars kwam in Nederland. En niemand wist nog wat het was en ik ook niet. Dus ik zei in het begin, nee, ik kan niet dansen. En, maar uiteindelijk was dat, en uiteindelijk na die show kreeg ik een rol in een musical, wat Grease was. Dus uiteindelijk ben ik er wel achter gekomen dat ik na lang oefenen wel op zich kan dansen. Of move noem ik het. Maar het zal nooit een natuurlijk iets worden. Nou ja, dan ga ik je zo vragen hoe lang je hierop hebt geoefend, namelijk onze jongens. Zag je niet hoe ze naar me keken? Dit gaat de redding zijn van onze jongens. We zijn een bouwbedrijf, we zijn geen escort service. Kom op, wij gaan dit doen. Hoe moeilijk kan het zijn? Het belangrijkste bij strip is dat je iemand het gevoel geeft dat ze de enige op de wereld is. Kijk, hoor je dat, Frits? Hoor je dat? Ja, blijkbaar is dat de truc. Ja, dat is de truc. Ja. Dus daar hoef je helemaal niet zo'n heel goed lichaam voor te hebben. Nee, ja, Martijn Visser, hè, die zegt het. Ja. Dus die ik denk dat wij iets meer met elkaar gemeen hebben lichamelijk dan. Nou, Martijn is 16 kilo afgevallen. Dat dan weer wel. Ja. Ik ben zeker een romanticus, maar ik vind het ook heel erg leuk dat ik getrouwd ben geweest met Katja. Dat was ook iets wat we allebei heel graag wilden. Maar ik denk ook wel, ja, als je dan één keer hebt gezegd tot de dood ons scheidt en je zegt op een gegeven moment een paar jaar later, nou, oh, toch niet. Dan denk ik dat je het daarbij moet laten wat het huwelijk betreft. Eén keer is genoeg. Ja. Oké. Staat er nog meer op het programma eigenlijk? Ben je nog aan het schrijven of ga je weer regisseren of ga je vooral spelen? Nou kijk, spelen is natuurlijk de hoofdmoot. Ja. Dus ik ben acteur. Zo benader ik het schrijven ook vanuit mijn acteurschap en het opzetten van series ook. En dat betekent absoluut niet dat ik altijd erin meespeel, zoals dat nu met Weemoed in Overvloeden natuurlijk het geval was. Maar dus dat acteren, dat is de basis. Ja. Ik zit nu in een Deense film die zich afspeelt in Turkije. Daar ben ik nu mee bezig met de opnames. Dat is heel erg leuk, omdat je elkaar totaal niet kent. Wacht even, een Deense film? Dus ja, wat speel jij Deense, dan? Ik speel een Hollandse solozeiler die verzeild is geraakt in Bodrum. Daar een Deens meisje tegen het lijf loopt. Ja. En uiteindelijk om het leven wordt gebracht. Om het leven wordt gebracht? Ja, dat is een beetje een spoiler dit. Maar het is een heel mooi scenario. Ja, wij stellen het titel als Arthouse, maar in Denemarken denken ze daar heel anders over. Oké. Hoe noemen ze het daar dan? Hoe noemen ze dat daar dan? Nou, ze vinden het gewoon een mooi... Gewoon een mooi film. It's Arthouse. No, it's just a beautiful story. ze plaatsen het daar minder in hokjes van commerciële film, artistieke film. Daar hebben zij volgens mij ook minder last van. Ja. Godzijdank ook wel, vind ik. Ja, irriteert je dat in Nederland? Nou, de hokjes? Nou ja, ik vind gewoon... Ik vind wel dat zeg maar, omdat een film dan Arthouse wordt genoemd, dat daar te weinig ruimte voor is. Dus er worden toch wel heel veel films gemaakt die erg op elkaar lijken. Dan met name in de romantische comediehoek. En ik vind dat een Nederlandse film wel te lijden heeft onder een soort van commerciële drang. Het moet scoren, er moeten die gezichten in zitten, er moet een groot publiek heen. En dan denk ik van ja, maar dan de filmkunst heeft daaronder te lijden. Want dan moet je soms ook iets maken wat niet meteen begrepen wordt, maar wat misschien 5 jaar later, waarvan wordt gezegd, ja, Jezus, dat doen we nu allemaal, maar dat is toen begonnen. Toen begonnen, ja. Maar dan moet je risico's durven nemen. En die risico's die zijn ver te zoeken. Te weinig in Nederland. Naast knappe mannen ook knappe vrouwen in Frits. Powervrouwen, zoals actrice Lone van Roosendaal of zangeres Sherry Ann, die behalve zangeres ook ambassadrice was van de Amsterdam Pride. Ik wil niet zeggen dat ik nu heel erg veel levenservaring heb of zo, maar ik ben toch wel een stukje verder. En iedereen heeft zo zijn rugzak op wat voor manier dan ook. En ik heb wat stukjes daaruit heb ik in dit album verwerkt. En uiteindelijk is dit het geworden. Ja, de single, tenminste de eerste single die er nu, ik weet niet of er nog meer komen, maar is Peace of Mind. Ja. We hebben een fragmentje daarvan. Zullen we even luisteren? Oké. Okay. Ja. Ja, lekker up-tempo. Ja. Dat is jouw muziek, hè? Ja. Ja.
ik vind het ontzettend leuk om de bakkersvrouw te mogen spelen, omdat het een totaal ander karakter is waar je mij normaal voor zou casten. De heks is natuurlijk gewoon de bitch. Ja. Nou, dat kan ik heel aardig. Ja, als ik het even plat zeg. Ja. En de bakkersvrouw heeft gewoon, die moet wat meer laveren tussen allemaal karakters. Maar je zegt het bij, was je een beetje verbaasd dat je voor de bakkersvrouw hebt gevraagd? Nou nee, dat is eigenlijk heel lelijk gegaan. Nee, Esther Maas, de producenten van Into the Woods, die benaderde mij. Die ken ik heel goed, dat is ook mijn zanglerares. Is. Ja. En die zei, ja, ik wil je er eigenlijk heel graag bij hebben, maar... Ja, ik heb eigenlijk niet echt een rol voor je. Dus ik zeg maar, wie had je dan voor de bakkersvrouw bedacht? Want ik wist dat zij de heks ging spelen. Ja, Elise Schaap. Ik zeg, Elise Schaap, dat is toch een gedroomde rood kapje? Nee, toen vroeg ik eerst nog, maar wie speelt een rood kapje? Ja, daar ben je te oud voor, zei ze eerst. En toen zei ik van me, zij zei, daar heb ik nog niemand voor. Ik zeg, maar Elise is toch een gedroomde rood kapje? Ja. Daarmee heb ik mezelf een en beetje... En daarmee speelde je de rol weer vrij voor jezelf. Oh, geweldig. Was ik een gouden keus trouwens, want Elise is fantastisch. Ja, dat is, ik heb nog nooit zo'n rood kapje gezien. Ja, enig, hè? Ja, dat doet ze ontzettend goed. Ja. Stuk voor stuk mooie gasten. En dat zijn ze nog lang niet allemaal. Volgende week kunt u kijken naar cabaretier Mark de Hond. Naar de voorman van 50PLUS, Henk Krol. Naar de oprichter van Corendon, Attilay Oesloe. En naar zanger Sjors van de Pannen. Ik hoop dat u dan weer kijkt. Dan zijn we weer terug hier in het Vondelpark. Tot dan!